Wat ontzettend. Wat ontzettend fijn om jullie allemaal te zien. Ik heb jullie ook even nodig vanavond. En ik zal heus wel al die dingen zeggen die nu van mij verwacht worden, maar voordat ik dat doe, hou elkaar nou even vast. Wij laten in Nederland niemand los. En als je in de komende dagen in de buurt, op school, op het werk mensen tegenkomt die na vanavond denken, hoor ik hier nog wel? Dan zeg je heel duidelijk ja. Ja! En doe me een plezier. Doe me een plezier. En zeg er dan meteen bij. GroenLinks, Partij van de Arbeid, is mede die linkse samenwerking aangegaan om tegen jullie te kunnen zeggen, we've got your back. In Nederland is iedereen gelijk. Het maakt niets uit waar jouw wieg stond, waar de wieg van je ouders stonden, waar de wiegen van je grootouders stonden. Je hoort erbij. En ook zeg ik tegen mensen die op dit moment op plekken op de aarde wonen waar misschien oorlog uitbreekt en dat ze moeten vluchten. En dan zeg ik daar ook tegen die mensen, in Nederland, als GroenLinks en Partij van de Arbeid het voor het zeggen zouden hebben, ben je welkom als je vlucht voor oorlog en geweld. Dat zal nooit veranderen voor ons. En natuurlijk, we blijven netjes. Ik feliciteer Geert Wilders met zijn verkiezingsoverwinning. Nee, wij zijn democraten, de democratie heeft gesproken. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen. Dus wij zullen schouder aan schouder met al die andere democraten in Nederland die het met ons eens zijn, de rechtsstaat blijven verdedigen. De rechtsstaat is heilig voor ons. En ja, ook ik ben teleurgesteld in de uitslag, ook in onze uitslag. Ik had op veel meer gehoopt. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat twee partijen die elkaar gevonden hebben nog niet zo lang geleden, die samen de verkiezingen ingaan met al die mensen die zo hard gewerkt hebben vanaf de campagneleiding onder leiding van Saar van Buren tot jullie allemaal, tot al die afdelingen in het land, schouder aan schouder. Geen verschil meer tussen groen en rood, ja wel in kleur, maar niet in inzet. Dat heb ik gemerkt de afgelopen maanden. En dat, mensen, is iets wat we moeten uitbouwen. We moeten tegen die andere linkse partijen zeggen, kijk wat er gebeurt als wij niet verenigd zijn. Sluit je bij ons aan. Laten we een vuist maken tegen onrecht, een vuist maken tegen discriminatie, een vuist maken tegen uitsluiting en een vuist maken in de strijd tegen armoede. Laten we dat doen. En tegen jullie hoef ik dat niet te zeggen.
Maar ik zeg het ook voor de professionele volgers hier aanwezig. Wij zullen nooit in een coalitie stappen met een partij die Nederlanders uitsluit. Wij zullen nooit een coalitie vormen met partijen die doen alsof asielzoekers de bron zijn van alle ellende. Nee. En wij hebben wel nog een grote taak. Als ik naar deze verkiezingen kijk en ook sommige reacties die ik zie, dan denk ik dat het bij heel veel mensen nog niet echt is doorgedrongen wat er vanavond echt is gebeurd. Dat zal in de komende dagen en weken steeds duidelijker worden. En in die komende dagen en weken zullen wij steeds meer gaan zien hoe zwaar, hoe belangrijk, hoe essentieel onze opdracht is om te staan voor dat Nederland waar we niemand uitsluiten. Om te staan voor dat Nederland waar we iedereen omarmen. Om te staan voor dat Nederland waar we niet kijken naar wat je achtergrond is, wat je religie is, wat je huidskleur is. Dat Nederland vertegenwoordigen wij en we zullen ervoor zorgen dat steeds meer Nederlanders aan onze kant komen te staan. En jongens, tot slot. Ik kan niet verstoppen dat ik ontzettend verdrietig ben vanavond. En dat heeft niets te maken met onze uitslag, want dat hebben we keurig gedaan. Het heeft zeker niks te maken met jullie harde knokken, want dat hebben jullie fantastisch gedaan. Echt waar. Maar het heeft te maken met het feit dat we tot nu toe nog niet voldoende Nederlanders hebben overtuigd van dat je niet de problemen die we hebben, en die zijn groot, kunt oplossen over de rug van andere mensen. Dat gaat niet. We doen het samen of het lukt niet. Wij gaan het samen doen. We blijven samen strijden. We zullen laten zien dat een solidair, ander, beter Nederland mogelijk is. Samen met jullie gaan we ook al die mensen overtuigen die nu nog niet echt gezien hebben wat er op het spel stond, maar die dat in de komende dagen en weken zullen zien. Met hen samen maken we dit betere, solidaire Nederland. Ik geloof erin, jullie ook. Ja.